De regering heeft in samenspraak met SVM een geboord om de bewoners van de hoofdweg naar Atjoni van water te voorzien. Dit zegt parlementariër Silvana Afonsuwa. Om in de behoeften van de gezinnen die Tapassi of langs de hoofdweg wonen te kunnen voorzien, hebben wij ze alvast durotanks gegeven, die wekelijks gevuld worden, zegt het NDP-DNA-lid. Het gebied omvat ruim 60 dorpen die allen wel een SWM-aansluiting hebben. Maar er wonen nog enkele gezinnen Tapassi die nog geen toegang hebben tot water uit de kraan, zegt Afonsuwa. De bewoners hadden hun noden meerdere malen laten horen. De parlementariër geeft aan wat de regering heeft gedaan om deze gezinnen toch van water te kunnen voorzien. Dus Tapassi had geen water en nu droge tijd is het echt en er wonen heel veel kinderen daar. Dus wat hebben we toen gedaan? We hebben durotanks geplaatst voor de mensen. En met SWM samen vullen we de durotanks dan regelmatig. Wat we nu hebben gedaan, we hebben een bronwater laten boren daar. En dan gaan we een reservoir maken. We gaan samen ondersteuning van SWM vragen, zodat we ons reservoir kunnen maken tot een heel goede reservoir. En dat we niet meer vanuit de stad water hoeven te brengen voor de mensen van Tapassi. Maar dat we zelf daar zo de Tapassi water tappen en voor de mensen brengen. Van de president krijgen we dus een watertankauto, welke we dan kunnen inzetten. En zo gaan we dus het project afronden. We zijn gestart met durotanks, met SWM vanuit de stad. We hebben nu een eigen boring. We gaan een reservoir maken. We krijgen een watertank en we denken dat we goed zijn voor verlopen, dat de mensen een aansluiting hebben. Parlementariër Silvana Afonsuwa. Ze sprak over het waterproject voor het Boven-Suriname gebied. De gezinnen die Tapassi of langs de hoofdweg naar Atjoni wonen, zijn alvast voorzien van een durotank, totdat zij ook een SWM-aansluiting kunnen krijgen.